Hallo iedereen, ik ben Suzanne van Soest. Ik ken Annemiek inderdaad van de stand-up. Annemiek is een stand-upper voor het eerste uur, want ze moet inderdaad werken op de openingstentoonstelling. En ze heeft hier echt al heel veel uurtjes gezeten, gewerkt. En wie had ooit kunnen denken dat ze dit in die tijd aan die tafel met haar geheimzinnige glimlach heeft gedacht? Ze is inderdaad de eerste die de ruimte vult met een multimediale installatie. Er zijn prachtige exposities geweest van schilderijen, fotografie, plaathoezen zelfs. Maar in deze vorm met een video en een klassiek werk nog niet. Dus de toon is gezet voor de komende tentoonstellingen. Ik denk dat als de exposanten van de toekomst hier komen, dat ze even wat harder een beentje bijzetten, want het ziet er echt prachtig uit. Annemiek heeft keihard gewerkt. Met hulp van Jan, Jessica en Charlotte heeft ze dit neergezet. En met een gevaar voor eigen leven heeft ze een film gemaakt. Ze is van de NS-stations weggestuurd, de achteringang door, omdat de NS-naties achter haar aan.